Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Welkom. Als ik een toverstafje zou hebben, dan zou ik die gebruiken om veel van het kwik uit ons lichaam en uit de natuur weer terug te brengen naar de oorsprong. Dit zware metaal staat bovenaan de lijst van gevaarlijke stoffen en veroorzaakt een hoop gezondheidsschade en milieuschade. Maar zo'n stof heb ik niet, dus gebruik ik mijn camera om uit te leggen wat er nou mis is met kwik en wat je daaraan kunt doen. Kwik is een zwaar metaal, net zoals lood, arseen, cadmium en een giftig element als aluminium, die op zich wat makkelijker uit ons lichaam worden afgevoerd. Kwik is liederlijk giftig. Het maakt ook nog uit wat voor vorm kwik je binnenkrijgt. Zo is organisch kwik, zoals in vaccins, is 5 keer zo giftig als kwik in metaalvorm, metallisch kwik, zoals in deze thermometer. Dat maakt dus ook wat uit. Ook de combinatie met andere zware metalen maakt wat uit. En dat wordt onder andere gemeten in de LD1 giftigheid. Als je de LD1 neemt, dan sterft daarbij 1% van de proefdieren bij een bepaalde dosis. Maar wat is gebleken is, als je de LD1 van kwik met de LD1 van lood combineert, dan sterft 100% van de proefdieren. En dit is nou net het probleem voor de moderne mens. We worden blootgesteld aan vele verschillende stoffen. De Engelse uitdrukking mad as a hatter slaat op kwikvergiftiging. En stamt uit de tijd dat in vilt kwik werd gebruikt. Daar werden die hoedemakers letterlijk gek van. Nou, veel van de moderne gekte kun je ook verklaren uit kwikvergiftiging. Want kwik is een krachtig zenuwgif. Ik laat een filmpje zien waarin je een groeiende zenuwcel aantreft die verschrompelt wanneer een hele lage concentratie aan kwik wordt toegevoegd. Nou, dit lot wacht onze kinderen wanneer ze worden ingeënt met vaccin met kwik erin. En vormt de verklaring voor autisme, ADD, ADHD en noem al die fantasienamen maar op die we tegenwoordig zien. En ook Alzheimer. Kwik is werkelijk zand in onze machinerie en verstoort tal van reacties. Enzymen, hormonen, ook DNA-reacties en onze darmflora, die hebben daar geen baat bij. Het vormt de verklaring voor tal van welvaartsziektes, chronische vermoeidheid, maar ook ontstekingen zoals MS, diabetes type 2, kanker. Dat is voor vele mensen wel aangetoond. Zwangere vrouwen moeten echt oppassen met kwik voor hun ongeboren kind. We kunnen het beste iets doen aan ontgifting. Daar leg ik zo meteen meer over uit. Bij drastische grote belasting van kwik kan het gebeuren dat je tanden uitvallen en dat je het gevoel hebt dat er mieren op je huid lopen. In Europa zijn producten met kwik eigenlijk allemaal verboden, behalve daar waar we ze het meeste tegenkomen. Ik zal zo meteen iets meer zeggen over vaccinatie en tandvullingen. Kwik zit ook in spaarlampen, zo'n 4 milligram, waar de verpakking verder over zwijgt. Het kan ook zitten in contactlensvloeistof, als organisch kwik. En het is aangetoond dat de combinatie met antibiotica overgevoeligheid kan veroorzaken. Kwik zit verder in steenkolen, gas en olie. En dat verklaart waarom het nu dan ook in vis zit. Maar dan zit het in vis met seleen, het tegengif. Inentingen bevatten vaak ook een vorm van organisch kwik, thiomersal of thimerosal. Daarmee wordt het vaccin zo liederlijk giftig dat iedere microbe ter plekke doodvalt als die in contact komt. Want zo is kwik. Maar dan zou het onschuldig zijn voor ons mensen? Nee dus. Een heleboel ouders zien hun kind drastisch veranderen na een inenting. Dan begint het met autisme, ADD, ADHD en soms
volgt sterfte. Want wie gedood? Wat is daar nou de oorzaak van? Het verband tussen autisme en vaccinatie wordt ook heel goed aangetoond bij de Amish. Dat is dat zwart geklede volk, die boeren met de paard en wagen en zo, ja, in Amerika. Die laten zich niet inenten en autisme komt daar niet voor. Behalve dan bij die kinderen die ze hebben geadopteerd en die al gevaccineerd waren. Het vaccinprogramma in de Verenigde Staten, dat zou qua kwikbelasting alleen veilig verklaard kunnen worden voor een zwaarlijvig volwassen persoon. En je moet er dan nog bijrekenen dat er ook aluminium in het vaccin kan zitten, wat het nog erger maakt. Deze praktijk zou eens moeten stoppen. Zwangere vrouwen en kinderen hebben geen baat bij inspuiting met kwik. Een tandarts die beweert dat amalgaam in je gebit dat het volstrekt onschadelijk is, die heeft zelf te lang in die dampen gestaan. Uit een boek van professor Lucas Reinders weet ik dat voor iedere 10 gevulde kiezen dat je een belasting hebt dagelijks van 9 microgram. En in Zweden is een onderzoek gedaan waarbij alle amalgaam bij mensen is weggehaald. En daar had 70% van die mensen had daar grote gezondheidsverbeteringen van. Daarom staat het bij mij ook op het verlanglijstje om alle amalgaam uit mijn gebit te laten verwijderen door een tandarts die weet wat hij doet. En die het dan vervangt door een kunstharst waar niet dan ook bisphenol A uitkomt. Dan ben je net zover. Maakt een heleboel uit. Kijk, wat ik hier heb, dat is zwavelpoeder. Dat is onschadelijk, kun je zelfs eten. En als je nou een keer een kwikthermometer hebt die op de grond valt, waarbij alle druppeltjes alle kanten op spatten, gooi dan een flinke hoeveelheid zwavel rond de plek waar die kwikdruppeltjes zijn gekomen. Dan kun je na een tijdje kun je het opvegen en veilig afvoeren naar het chemisch afval. Wie kwik uit zijn lichaam wil afvoeren, kan zelf een heleboel doen. Om te beginnen, ga los op vitamine C. Daar mogen we sowieso veel meer van binnenkrijgen. Antioxidanten in het algemeen helpen tegen kwik. Een tweede is zuiveringszout, natriumwaterstofcarbonaat. Dat helpt ook. Dan bladgroen uit boerenkool, spinazie, broccoli, veldsla. Is allemaal goed. En zoals ik het hier heb, uit spirulina. Je hebt ook chlorella. Dat zijn twee algen die je los kunt eten. Barsten vol met bladgroen en andere waardevolle stoffen. Algen in het algemeen bevatten alginaten. En alginaten voeren ook kwik af. Net zoals pectine, wat je vindt in de schil van appels en de schil van citroenen en sinaasappels. Dan heb je nog mineralen, zoals jodium, magnesium en selene. Selene, dat vind je in de hele familie ui en bij uitstek in knoflook. Geniet daar dus van. Als je nog meer stoffen wil weten waarmee je kwik kunt afvoeren, lees dan mijn artikel. Dat geef ik weer onder de clip. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.